Opnemen over 3, 2, 1. Hallo allemaal en welkom in een nieuwe video. Vandaag speel ik Squad met Roy Wout en TP Gamer. Wout is eten. Ja, nee, Wout is Wout, maar Wout moet eten. Dat moet hij niet, maar Wout gaat eten. Af en toe. Soms heeft Roy zo'n week dat hij gewoon niet eet. Nee, een hele maand. Ja. Mireille, de wasserata. Jij zit een wasserat. Jij zit een Jeannette, hè wat? Die ploeg van Umke is toch zo ongekend slecht, zeg. Dat was ook degene die eerste nationaal had gespeeld, zei Barney. Ja, 1 of 2. Toen die ook nood of? Het is 39, die ene waarvan we dat zeker weten. Dan vind ik dat niet heel gek of zo, dat die niet meer heel goed is. Dirk is er 52 en die is gewoon nog de beste van Mireille of zo. Ja, maar van Mireille. Nog een paarse trekkenbreid. Hey, dat vuurding is wel goed eigenlijk, ja. Alleen dat dat zo ongekend lang moet reloaden, wat de friet zo. Nee, dat vuur schiet boom boom, shotgun ding. Kut, er komt niemand. Kom, heigkamer wordt. Nee, mijn shotgun schiet niet als hij 1 bullet heeft. 1 bullet. Wat is dat voor een trieste ding is als je niet gaat schieten als je weinig bullets hebt, alleen 1. Ik hoop dat die gay nog iets kan. Wat een kutwapens allemaal dat terug zijn gekomen en zo. Hoezo? Ja, al die bogen en zo. Dat nog wel oké voor lopen of zo. Toen op dat moment dat kwam was Fortnite net verpest, joh, toen dat allemaal uitkwam. Daardoor is dat nu ook gewoon kut dat er is. Weet je, hier, boom. Hier Roy, als je dat wilt. Nee, ik kom niets bij blijkbaar. Ja maar al mijn. Ah nee, is het vol, ja, dat had ik niet gezien. Wacht, als hier shuggies liggen, neem ik shuggies. Ja, ik ga shuggies nemen in plaats van minis. Ja, maar hoe moet ik iemand... Zie me toch echt 2 man moeten gaan aanpakken hier nu. 3 man. Ik moet 3 man gaan aanpakken met een jaar alleen. En dan nog zo'n... Zie me ze gewoon gaan omrijden, dat gaat misschien beter. Lopen die kolen botsen natuurlijk weer binnen. Ja, die gamer is mij aan het helpen. Ik kan niet meer changen. Wil die is mij aan het helpen, dat is al oké zeker. Kut. Maar wat is dit voor een vage fight? Ik kan niks met die fucking kut. Striker, beurs, scheet, stront, wapen, jongen. Is dat een toevoeging of een... Dat is gewoon... What the fucking fuck is dit voor een kut wapen, zeg. We hebben een kill, dames en heren. What the fuck, geef mij alsjeblieft shotgun ammo. Dit is een slecht wapen, zeg die burst. Ik heb niks anders, ik moet hier met een burst schieten, maat. Dit is, what the fuck, jongen. Wat heb ik net voor een fight gehad? Gelukkig dat bots waren of we waren allemaal dood. Die burst is slecht, zeg. Met een scar kun je nog redden, maar die burst is slecht. What the fuck. Holy beurs is slecht, jong. Stel je voor, moest daar maar eens iemand mee proberen te killen. Stel je voor tegen Nelen daarmee moet killen. Oh man, wat een kutwapen is toch dat, jong.
Misschien moet je ook gelijk een andere jaar pakken. Een assault erbij. Ik heb een beetje gestoken daarna toch? Wat? Met mijn ding. Wat is dat voor vraag? Ik ben ook maar minderjarig, Roy. En wat? Jij zit minderjarig. Ik zie hier vragen omdat hij zijn de prik heeft gestoken met zijn ding. Hi toch? Jij zit minderjarig. Ik was zo. Ik ben minderjarig, man. Oh, man. Moet ik nog lachen, Roy zeg. Minder harig. Dit is Roy. Roy is 8 jaar en is minder harig. Nog wat. Goh. Je moet toch even op die reboot gaan staan en daar gewoon gaan eten. Dat ik geen zin heb om te campen. Nee, op een reboot staan is natuurlijk niet campen. Bot. Loser. Zag meer een chest horen en ineens omdraaien. Ah ja, Wout zit niet in de zaakhuil, zeker. Nope, dus Wout is eraan. Ik ga die gewoon redden, hè. Ik heb toch zo'n bazooka, boom boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Ja, als je nog zo in de vent zegt, nee. Heel samen Wout redden. Ja, maar ik zit op water, dus ga ik momenteel zeker geen binnen, volgens mij. Ojojoj, ze moet nu al vertrekken naar Wout. Dat is veel te vroeg, zeg, dat ik vertrokken ben. Kutzooi. Het is een absoluut geen elegante keuze, kan ik vertellen. Alvast weer, zomaar even. Uit de losse pols. Jij hebt een gehand. Ja, ze moet toch hopen dat Bilal na dit jaar stopt, zeg. Hoe oud is die man? 60. Ah. Die is het dus nog niet van plan om te stoppen. Bilal. Bilal. Ik moet hem move. La 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 la. Maar die haai heeft mij in mijn bootje gebeten. Bilal. La 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 la. Wat? Ik vaar langs Wout af. Ziet dit fataal. Roy, dit gaat fataal aflopen. Kunt je direct mee komen revive, want volgens mij zou het nodig zijn. Ai, jong, kolen haai, man. Dikke strontzak, jong. Kom er mij er nog even bijten, natuurlijk. En Wout, die bijt Wout. Dat is wat er iets zegt. Is nog wel goed. Is het goed dat hij Wout bijt, dan is hij rapper dood. Ja, hij is al dood. Jong. Kut haai, man. Ja, maar dat zeg je nu wel, maar die haai blijft Wout bijten. Ik ben er ook gewoon. Wacht, zie maar op dat vleesjes van die haai eten. Oké, ik haal het nu wel, denk ik. Nu moet ik die Wout beest nog verdedigen. Ik kan die alleen maar revive hier, maar dit is triest, zeg. Nee, je moet die reboot meenemen. Ja, amai! Ik dacht dat ik die kon meenemen op mijn rug. Nu zit ik hier, nu ben ik zelf fucking dood. Man. Daarom heb ik het gezegd van als je nog zoiets hebt, kom ik mee, man. Ik heb zijn reboot en nu moet ik zo snel mogelijk in een cirkel geraken dat ik het net hoor. Oh nee, die teammate is onder die reboot die een sleepy had lopen. Dat is niet heel pluis. Ik heb een andere reboot pingen. Pingen we een andere reboot. Wow, dus volgens mij al een reboot ofzo. Ah nee, dan zit jij met een pingel. Nee, blijf wil doen. Ah ja, Wout wordt gereboot. Maar... Hier heb ik toch niet om gevraagd? Nu moeten we opnieuw die storm ingaan. Nee, maar misschien kan ik die cirkel in vervoeren als ik iets vind van een vishengel ding. Ja, hier zijn er al. Nee, ik heb een harpoen, dat is perfect. Dan is die direct in de cirkel. Oh nee, Wout wordt beschoold en de teammate ook. Het is een partijnieke aasje. Oh nee. Dus jij fixt de Wout en nu ben je eens geraakt, hè?
die bounties daar, die kunnen we ook wel een beetje pakken ofzo. Ik zie hier op 2 mensen 70 hebben geuit met een gasstation om te blazen. Teammate, je pakt het hier volledig verkeerd aan, bedoel ik. Kom, reboot. Wacht, hier. Boom. Hey, ik heb dood, jongen. What the fucking hell, die bots. Met een kut shotgun. Wat is dat voor een kut wapen? Hoezo durfden jullie mij überhaupt aan te raaien dat dat een goed wapen was, die shotgun? Dat is slecht, zeg dat wapen. Je fixeert de water in, geraakt of... Ja, de storm is al hier natuurlijk. Ja, dat is heel stinkend of zo wel. Stinkt best wel, ja. Hier mag iemand finishen in de tussentijd. Shotgun hem en zo. Oké, dat is goed hè. Mijn wolk maar eens even vervoeren. Oh, ik krijg ook nog een kill ineens. Hoppa, die staat erin, hè. Hier. Kom hier, Roybo. Ah nee, ik heb hem eens nodig. Wacht, zie me daar even mijn wolk gaan doen. Dat is waar. Zie me nog even zo ver als ik kan wolk mee vervoeren. Ja, die pingelt een boog. Oude boog. Dat is mijn boog van daarnet. Wat van daarnet? Van die vorige poot. De boog die gepikt was. Oké. Okay. Zie me wel zo ver mogelijk gaan proberen te harpoenselen. Dit gaat niet. Ja. Dit is wel echt het verste dat die woudbeest gaat geraken. Dit is wel kut, zeg. Dit is pittig kut. Zie maar anders even een auto. Zeg je dat je een auto vindt, dan wil ik die wel hebben. Maar waarom stikt hij die bom nu in de fik, zeg? Dat zou wat doen, hè. Ah, nee. Wacht, daar. Maar zie me toch nog een boog kunnen vastkrijgen of zo als ik daar naartoe loop. Dit is wel snoepen, een visengel of zo krijg je in ieder geval 100% zeker vast. Dan kan ik gewoon zomaar de seertommig in hef zullen. Dat is niet nodig, hè, jong, die sound effects. Wat? Is het sound effect? Die storm gaat ons duidelijk wel echt pittig wat damage willen en durven ook doen. Woud vangen met een visengel. Visstick, hengel. Ik heb ook een shotkanon. Oké. Dus als het nodig is, kunnen we woud nog altijd dingen zijn nu. Maar die visengel, hè, die werkt niet eens op woud. Nee. Is ook onze teammate in de fik gaan steken? Oh, wat? Dat werkt heel lichtjes, maar die visengel. Zou ik onze teammate in de fik steken? Of? Zien we met andere zaken in mijn hoofd zitten of zo nu op dit moment? Nee, Wout. Wout, beesten. Beastenbol. Kom naar de cirkelrand, dan kun je ons healen. Oh, ik word gepusht ineens. Oh, nee, ja. Mort is eraan. Zie me even hier een beetje weg van Wout gaan healen. Zodat hij sneller knocked gaat. Daar moet ik gewoon op wachten, eigenlijk. Yo. What the fuck, ik ben slim. Maar hoho, kutberg jong. Wat biest is er aan? Ze me gaan lopen met Wout, zeg op mijn rug. Oh, what the fuck! 5 damage! Kom al maar naar de cirkelrand als je wilt ons nog in leven houden, Roy. Zijn we er ook aan? Ja. Oh, ook net kom, op het randje. Oh nee. Heb ik zijn... Ik heb zijn reboot niet eens. Nee. Jawel, jawel, jawel. Alsjeblieft loop die storm en dan gooi met er... Ja. Dit is voorbij, zeg. Dit is voorbij. Dit is kut. Heal mij met dat shotkanon. Heal mij daarmee. Heal mij, dat haalt je niet.
schiet als ik in de storm ben. In de cirkel bedoel ik. Oké, nu reviven. Dit heb je goed gedaan, zeg Roy. Dit heb je pittig goed gedaan. Dit heb je heel goed gedaan zelfs. We zitten nog altijd goud mee te nemen, maar we hebben nog niet van goud of zo. Nee, dat is waar. Hebben we ooit wel rebooted of? Kut, nu pak je een EL11 blaster dinges op hier, hè. Kut, teammate. Ik ga even campen, want ja, we zijn met 3 tegen Skadzen. Dat is waar. Ik zie meer een beetje vlees meenemen als extra healing nog. Maar hoezo werkt die controller niet? Die zit de hele tijd te glitchen dat ik er fucking strontziek van word, jongen. Een lama hier. Ik van u. Hetzelfde verhaal bij u. Kut, ik ben gespot, ik word gesniped. Oh, wat nee, is een cirkel? Nee, dat is goed, dat is goed. Dat is bewoond ergens op een of andere manier. Ergens een beetje kunnen wegsteken. Maar heb jij iets van visengel of een boog of iets wat dat woud weg kan doen? Maar wat voor boog? Zo'n vuurboog. Ja, oké, dat gaat niet helpen dan. Oh, ja, een auto raakt er jammer genoeg niet op volgens mij wel, maar ja. Is die woud toch weer gewoon op dat ding gaan staan? Hoppa, woud is er aan. Die is toch direct een reviver, zeg. Maar okay, die teammate. Oh, die wordt gesniped, zeg, direct. Wat doet die? Ja, had die even... Aan, er komt een trio aan, er komt een trio wij zijn aan. Dood, zeg. What the fuck. Zie me hier in een camion springen en wegrijden. Oh nee, ik zit vast. Ja, ik ben de lul. Dat is hier niet, ja. Ik ben dood, zeg. Wat kan kaka. Simon, oh nee, ik zie nog een trio afkomen en Wout leeft ook gewoon nog, en natuurlijk bedoel ik. Wout is eraan. Maat, hier loopt een trio bij mij, zeg. Ah nee, 2 mensen en een boot volgens mij of zoiets. Ik heb er allemaal heel mooi naar daar. Maar wat is dat met die controller? Wat fuck heeft iemand... Oh, die Imke zit hier aan te spelen en die hele controller is ver fucking... Ik weet niet wat hij daarmee heeft gedaan, maar die controller, ja, die leeft niet meer geheel. Zijn we tegen 3 teams? Gelukkig hebben ze mij niet gezien. Dan zijn 2 teams. Oh, ze moeten gewoon rustig aan daar een beetje mee gaan pushelen. En ook ongezien blijven hier. Eigenlijk moet ik hopen dat je 1v1 uitkomt ofzo. Ja, maar ik ben een beetje in third party, een klein beetje. Waarom gooit je geen chuggies? Omdat ik dat niet durf op dit moment. Weet je? Ik tegen een team. Yep. Je kunt wel beelden nu. Ik zie ze iedereen met alles reviven. Nee. Ik zal hem dan rustig beginnen te reloaden. Als ik niet raak wil schieten. Oké. Okay. Okay. Nog eentje denk ik. Oh jawel. Hoppa. Okay. Neemt je weer even een even vuur. Dat allemaal en ja, dat was het dan weer. Wacht, niet deze. Ja. Bedankt allemaal voor het kijken. Titel van de video.